Goedenavond, welkom bij weer een nieuwe leesvlog. Ik was begonnen met hem opnemen net nadat ik uit mijn werk kwam vandaag. Het is vandaag dinsdag. Maar toen bleek de batterij leeg te zijn. Dus toen sprong die echt na nog geen eens een minuut filmen uit. Dus toen dacht ik, nou ja, hij moet eerst opladen. Ik wil douchen. Dus ik ben maar gaan douchen. In mijn avondkloffie zit ik nu. Ik denk, ik ga toch nog maar even... Ik heb wel een gek plukje hier, zie ik. Ik ga toch wel eventjes de vlog starten. Want anders ben ik al halverwege de week en heb ik nog niks gefilmd. Andries is net met Amy en Fenna richting de stad. Die wilde heel graag een keer Koningsnacht meemaken. En Andries vindt het ook nog altijd wel leuk. Zijn hockeyteamgenoten zijn ook vaak in de stad. Dus ik zeg, veel plezier. Thomas en ik blijven lekker thuis. Ik ga zo lekker met Thomas naar boven. Hij mag bij mij logeren. Ga ik nog even lezen in bed. En morgen ben ik gelukkig vrij, dus ik kan wel uitslapen. Maar ik denk, ja, ik ga nu echt niet meer de stad in, hoor. Daar voel ik me iets te oud voor. Nou, niet te oud dat dat niet kan, maar ik ben gewoon daar nu te moe voor na 3 dagen werken. Even een update. Het is nog steeds gelukt elke dag een boek uit te lezen. Ik heb gisteren het luisterboek De Zonnewaard van Simone van der Vlucht geluisterd. Die heb ik 3 sterren gegeven. Ik vond hem wel oké. Maar ik vond hem niet heel erg verrassend. En er zaten ook wel een beetje wat ongeloofwaardige dingetjes in. Het ging over een kind wat vermist raakt. Of vermist ontvoerd wordt. Door iemand. Er zit een lijn in met een van de hoofdpersonages uit een Jehovah gemeenschap komt. Of tenminste kwam. Want diegene heeft op 17-jarige leeftijd het gemeenschap, zeg maar, verlaten. Maar ik zag toevallig een reactie van iemand op Goodreads die ook zei van ja, leuk die toevoeging van de Jehovah-gemeenschap. Dat kan een leuke verhaallijn eraan toevoegen. Alleen er kwam niks vernieuwends uit. De lijnen waar het over ging van bepaalde dingen die niet mogen of wat er gebeurt als je uit die gemeenschap stapt. Dat zijn allemaal vrij bekende dingen. Dus er werd niet echt heel veel vernieuwends aan toegevoegd. Dus dat hele verhaallijn voegde eigenlijk dan misschien ook niet zo heel veel toe. Niet dat ik me daar heel erg aan heb gestoord. Ik vond het een oké thriller, maar ik vond het niet heel erg noemenswaardig. Nou moet ik zeggen dat ik sowieso thrillers van Nederlandse auteurs niet altijd heel erg... ik vind ze meestal gewoon oké. Ik heb nog nooit een Nederlandse thriller-auteur een boek gelezen dat ik echt dacht van wauw, 5 sterren, ik ben helemaal omvergeblazen. Dat gebeurt eigenlijk niet zo heel vaak. En vandaag heb ik een Stephen King luisterboek geluisterd. Gingerbread Girl. De Gingerbread Girl. Die heb ik 4 sterren gegeven. Was niet heel erg lang. Was versneld luisteren 1 uur. Op snelheid 2. Ging over een vrouw die ooit een keer een kindje heeft verloren. De relatie, nou ja, die blijkt dus toch niet helemaal onder die druk, of tegen die druk bestand te zijn, tegen dat verdriet. Dus ze besluit bij haar partner weg te gaan en ze raakt helemaal verslingerd aan hardlopen. Hij vindt dat ook een beetje meer een obsessie worden. Hij controleert haar een beetje in haar doen en laten. Zij is dat gewoon zat. Dus zij besluit in ieder geval even een tijdelijke stop in te lassen. Dan gaat ze naar een huisje ergens ver weg. Nou ja, ver weg weet ik eigenlijk niet. Maar ergens gaat ze heen. Huisje die haar vader nog ergens heeft. En daar komt ze een vreemde man tegen die dus vrouwen ontvoert en vermoord. Dus nou ja, het is wel. Ik vond het voor de korte periode dat ik het luisterde, want het was maar 1 uur, vond ik het echt wel een goede thriller. Er zat goede spanning in. Ik kon me ook wel helemaal voorstellen dat ze op zo'n soort beetje verlaten plek waar ze niemand kent, door die man een soort van gegrepen wordt als het ware. Dus die vond ik wel spannend. Morgen is het Koningsdag, ben ik vrij. Maar de boeken die ik aan het lezen ben, weet ik nu al met wat we nog gaan doen morgen met het gezin, dat ik die niet uit ga lezen. Dus voor morgen is weer een plan wat ik misschien Hartstopper deel 2. Dat lees natuurlijk heel erg snel, maar we gaan het zien. Ik ben op dit moment nog bezig in Percy Jackson and the Sea of Monsters. Eindelijk deel 2 gestart. Ik zit op pagina 68. Leest weer heerlijk. Ik hou van Percy Jackson, de manier van Rick Riordan, zijn schrijfstijl, de Griekse mythologie die erin verweven zit.
de humor. Dus ik pak deze eigenlijk nu ook elke keer ook naar mijn werk. Alhoewel ik mijn pauzes vandaag niet heel erg veel heb kunnen lezen. Als ik even gewoon ontspannen wil lezen. Ondanks dat het Engels is, vind ik het echt heerlijk ontspannen. Dan ben ik natuurlijk ook nog steeds bezig in Splinter Chabot. Maar die heb ik volgens mij ook wel in de vorige week in de vlog gezegd. Die bewaar ik even, totdat ik iets minder boeken aan het lezen ben. Want ik ben nog ook aan het lezen voor Boek van de Maand voor mijn werk. En dat heeft even voorrang. Dus deze staat even op een laag pitje. Maar ga ik zeker gauw in verder. Ik heb afgelopen week ook weer 2 hoofdstukken gelezen in de 5. Daar ben ik nu bijna op de helft. Dus ik had hem eigenlijk in april uit willen lezen. Dat gaat niet meer lukken. Maar ik ben er nog steeds in bezig. En dat vind ik het belangrijkste. Want die stond zo lang stil. 2,5 jaar ongeveer. Dus ik ben heel erg blij dat ik eindelijk weer verder ga. Want ik vind het heel interessant. Over de slachtoffers van Jack the Ripper. En ik ben bezig in Persic Bloesem Lente. Daar ben ik ongeveer op pagina 97, ongeveer pagina 100. Pagina 97. Dit is, het leest niet makkelijk. Het is niet, geen moeilijke taal, maar er gebeurt heel veel. Vrij veel. Ik heb dat sowieso altijd met personages met Chinese namen of Japanse namen. In dit geval gaat het over China. Ik moet die namen vaak 3 keer lezen om het in me op te nemen over welk personage het gaat. Zeker als er veel personages in voorkomen. Het zijn gewoon natuurlijk niet de Peter, de Jan, de Henk, de Simone, de Nederlandse namen. En ik moet daar me vaak heel erg eventjes op focussen. En op een gegeven moment zit het er wel in, dan ben ik het gewend. Maar in zeker die eerste 50 pagina's moest ik ook elke keer denken van, oh ja, wie is dit ook alweer? En ja, dat is gewoon waar ik een beetje mee struggle soms. Het gaat over, ik zit nu nog in het gedeelte eind jaren 30... dat er oorlog uitbreekt in China door Japan, Japanse invasie. Heel heftig, de hoofdpersonages. Er gaan een aantal familieleden verdwijnen, waarvan ze dan eigenlijk wel weten dat die zijn overleden. Bombardementen, vluchten met je kinderen. Ik zei ook tegen een collega, het doet me toch ook een beetje denken aan de situatie in het heden met Oekraïne. Hoe die mensen op beeld, op televisie, dat je die ziet vluchten met een tasje, met wat spullen en met kinderen aan de hand die huilen en moe zijn. Daar deed het me echt heel erg aan denken. Ik zat op een gegeven moment op een stukje wat helemaal geen dialoog bevatte. Eigenlijk alleen maar vanuit de verteller. Ja, dat is dan eigenlijk iemand die je niet kent. Gewoon een derde persoon, noem je dat? In een derde persoon. Dus dan wordt het een beetje een soort non-fictie verhaal. En daar miste ik eventjes op een gegeven moment de dialogen. Dat ik denk, er moet wel ook met die personages onderling wat gesprekken gevoerd worden. Anders dan krijg ik niet echt een band met die personages. Dat heb ik gewoon nodig. Gelukkig kwam op dat moment al vrij snel een stukje dialoog over een paar pagina's. Dus dan ik zoiets van, oké, dit wil ik, want ik wil verhalen. Ik wil weten wat die mensen, personages denken. Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben wat ik bedoel. Maar ik wil gewoon dialogen in een boek. Anders wordt het een non-fictieboek en dat is niet wat ik in een roman wil. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik pak deze morgen wel weer even op. Dan ga ik er wel weer even in verder lezen. Is de planning. Want ik neem aan dat de 3 die nu op pad zijn niet morgenochtend heel vroeg wakker zullen worden. Dus ik zal de ochtend waarschijnlijk alle rust hier beneden hebben om lekker te lezen. Eigenlijk wilde ik ook daarnaast nog voor donderdag even starten in Astronaut. Om ook even een beetje daarin te gaan lezen. Om een beetje de schrijfstijl te proeven als het ware. Dat ik ook een beetje hier wat over kan vertellen donderdag bij de vergadering. Zijn volgens mij vrij korte hoofdstukken. Dus misschien dat ik hier morgen ook even een start in maak. Dan ben ik echt wel in veel te veel boeken tegelijk bezig. Maar ja, what's my life? Want eigenlijk zat ik ook nog te denken, om morgen moet ik natuurlijk ook weer een boek uitlezen van mezelf. Ik heb mijn eerste manga gekocht. The Promised Neverland. Story by Kayu Shirai. En art by Posuka Demisu. Ik weet niet zo goed hoe ik het uitspreek. Dit is eigenlijk heel grappig. Bij ons in de winkel in Leidschendam, bij Paagman, hebben we een redelijk assortiment manga. Dat was 2 jaar geleden toen de winkel open ging, 1,5 jaar geleden, heel erg klein, die groep. En op een gegeven moment merkten wij van, wow, manga is hot. Er wordt zoveel manga verkocht. Er is zoveel vraag naar manga.
Toen hebben we het assortiment heel ruim wat ingekocht kon worden. Wat een beetje waar vraag naar was, hebben we ingekocht. Ik heb een aantal collega's die heel veel manga lezen, dus die er veel verstand van hebben. Dus die regelen dat allemaal. En er is één collega, Margot, een hele leuke collega die ook op Goodreads zit. En die leest heel veel manga, maar daardoor is haar Goodreads challenge. Zij leest zoveel dat zij elke keer... Wij gaan al een beetje een soort competitie houden van hoeveel boeken... Het is geen wedstrijd, dat weet ik met lezen, want je leest voor je plezier. Maar ik vind het toch altijd wel leuk om even te kijken van hoeveel boeken heb jij nu al gelezen dit jaar? En zij zit elke keer ver boven mij. Dus ik had het tegen haar gezegd een paar weken geleden van 31 december heb ik jou ingehaald. Dan heb ik meer boeken gelezen in 2022 dan dat jij hebt gedaan. Nou, dat is natuurlijk een beetje een geintje aan het worden. Dus ik dacht van ja, weet je, zij leest zoveel manga. Dat is dus de crux. Dat moet ik doen. Alhoewel die korte luisterboeken ook prima gaan, want het gaat ook snel. Maar ik heb niet heel veel met manga. Zeker niet die manga's met al die enge wezens voorop. Attack on Titan en zo. Ik heb er ook nul verstand van. Dat is ook denk ik de leeftijd wel een beetje. Maar toen zag ik deze. The Promised Neverland. En dat zag er sowieso al een stukje vriendelijker uit qua covers. En vandaag werkte ik met een collega die deze serie heeft gelezen. Of in ieder geval een aantal delen heeft gelezen. En die zei, ja, het is echt heel goed. Echt leuk. En ik las, het ging over kinderen in een weeshuis. En ik kom uit 1979. En ik heb in mijn jeugd op televisie een tekenfilmpje gezien. Candy Candy. Nou, mensen van mijn leeftijd herkennen dat misschien. Ik was helemaal gek op die serie. Ook Japanse of Chinese. Nee, ik denk Japanse animatie. Fantastisch vond ik dat. En daar deed het me een beetje aan denken. Ook een beetje het figuurtje. En toen dacht ik, nou, ik neem deze manga mee. Ik ga hem vanavond wellicht in bed beginnen. Zodat ik hem morgen uit kan lezen. En dan weet ik of manga wat voor mij is. Of dat ik het gewoon maar moet laten bij boeken, geen manga. De graphic novels, oké. Dat vind ik echt leuk. Maar wellicht dat een manga, dat ik een nieuwe vibe heb gevonden in het lezen. Dan heb ik nog een paar nieuwe boeken om te laten zien. Want Hilde gaat nooit naar de werk, van werk naar huis, zonder boeken. Dat is echt dramatisch, maar ik kan er niks aan doen. Deze heb ik gekocht, A Tidy Ending van Joanna Cannon. Deze heb ik op Savage Reads, Simon, zijn booktube gezien. Hij was helemaal weg van het vorige boek van deze auteur. Hij is sowieso weg van deze auteur. En hij had hier een lezer of een proof copy van. En die ging hij volgens mij lezen. Of nou ja, hij was er in ieder geval al van tevoren al heel enthousiast over. Dus ik dacht, die wil ik ook. Toen kwam vandaag de nieuwe Jennifer Saint binnen. Elektra. Nou, hallo, kijk die cover. Die wil je toch. Ik heb Ariadne ook thuis. Nog niet gelezen. Maar ja, Griekse mythologie. Percy Jackson ben ik natuurlijk ook in bezig. Vind ik altijd wel heel gaaf. Dus deze moest gewoon mee. Kijk. Dat goud, fantastisch. Dan had ik nog een boekje besteld die ik op meerdere YouTube-kanalen ben tegengekomen. Onder andere ook bij Gavin. Dat is de kraam. Come Closer van Sarah Gran. Vrij dun, maar schijnt echt een heel creepy horrorboek te zijn. En heel goed geschreven voor het formaat dat het is. Dus ik dacht, nou, het is niet zo dik. Die wil ik ook heel graag lezen. Toen kwam Homefire van Camilla Shamsi ook nog binnen. Thomas, moet je zo'n herrie maken? Thanks. Women's Prize for Fiction, de winner in 2018. Ik heb een beetje de lijst nagelopen met welke prijzen er al allemaal zijn uitgereikt. En op een video teruggekeken van Simon, welke hij ook heel erg goed vond. En deze was hij ook echt heel erg enthousiast over. Dus die heb ik toen besteld en gekocht. Dan hadden we nog... Ja, Simon, dat had ik natuurlijk met Gavin. Als hij middle grade video's maakt, heb ik ook meteen een waslijst wat ik wil bestellen. En met Simon heb ik dat met literatuur. Love After Love van Ingrid Pursuit. Nou, ik weet niet hoe je het uitspreekt. De Costa Book Award winner 2020. Thomas, mag jouw geluid uit? Ik zit hier even wat op te nemen. Echt hè, is het zo laat op de avond, lukt het me nog niet om in stilte op te nemen. Richard Oosman heeft opgezet A Beautiful Book, I Adored It. Nou, Richard Oosman vind ik ook fantastisch, dus ik vertrouw ook op zijn,
woord. Ik vertrouw me op zijn woord. En Simon was hier ook heel erg goed over te spreken. Dus die heb ik ook binnen. Dan heb ik nog Pet van Akweke Emesi. Ik heb Bitter natuurlijk onlangs gekocht, het nieuwe boek. Maar volgens mij, dit is sowieso het boek daarvoor. En volgens mij komen hier toch ook wel personages in voor die in Bitter ook voorkomen. Of heeft het een beetje met elkaar te maken. Zo niet, dan zit ik er helemaal naast en dan heb ik hem gewoon. Maar ik wil deze dus toch wel eerst lezen voordat ik Bitter ga lezen. En toen ik thuis kwam vandaag, was de Fairy Loot Boxster met twee boeken. Waaronder An Arrow to the Moon. En als jullie mijn leesvlog van vorige week hebben gezien, hebben jullie gezien dat ik hem ook al heb gekocht op mijn werk. Maar ja, deze is wel mooi met Blue Sprayed Edges. Dus of ik geef die ene aan Amy, want die is nu ook flink aan het lezen. Wel een beetje meer in genre zoals Colleen Hoover. Maar wellicht zegt ze van, oh mam, ik wil hem wel hebben. Ik ga hem ooit wellicht wel lezen. En anders breng ik hem terug naar mijn werk. En het hoofdboek, zeg maar, Bloodskion. Nou, ik weet niet hoe het uitspreekt. Van Deborah Falaje. Prachtige cover. Blue Sprayed Edges. En dan als je de flap eraf haalt met daar dan nog art. Ik ben altijd zo handig met één hand. Maar de naked, of tenminste de hardcover zelf, heeft ook gewoon die prachtige art. Dus ja, daar ben ik wel echt heel erg blij mee. Zoals jullie weten ben ik wat minder goed in het lezen van boeken uit boxen. Maar daar gaat verandering in komen. Want ik heb er dit jaar al wel al één gelezen. En dat hoop ik een beetje vol te houden de komende maanden. Dus ik ga nu met Thomas naar boven. Dan neem ik dus Percy Jackson mee, want ik wil even mijn hoofdstuk aflezen. En daarna ga ik beginnen in mijn eerste manga, die ik dus achterstevoren moet lezen. Ook even iets waar ik aan moet wennen. En dan morgen zien we wel met Koningsdag wat er allemaal gaat gelezen worden, gepland. Ik heb geen idee. Dus ja, dit is mijn opening. Bijna 17 minuten al. Dus ik kan niet zeggen dat het geen goede opening is geweest. Ik heb ruimschoots verteld, maar nu is het echt tijd om naar boven te gaan. Dus tot morgen. Doeg! Hallo allemaal. Hele mooie, fijne Koningsdag 2022. Ik heb mijn oranje oorbellen alweer uit. Ik had alleen oranje oorbellen. Ik kwam erachter dat ik gewoon niks oranjes heb eigenlijk. Ik ben vanmorgen even met Thomas naar het dorp hier gegaan, maar daar was echt helemaal niks. Er was dus wel wat in nood hoor, maar we konden het op dat moment niet vinden. Toen dachten we, gaan eerst naar huis. Even zorgen dat de rest die mee wil klaar is. Amy moest werken, dus die kon niet mee. Dus toen zijn we met z'n vieren op pad gegaan op de fiets. En uiteindelijk de plek gevonden waar dus alle kleedjes waren. Luchtkussens, muziek, dat soort dingen. Dus daar hebben we even een tijdje rondgelopen. Was niet heel veel bijzonders. Er waren wel heel veel boeken te vinden op de kleedjes. Maar ja, ik werk in een boekhandel. Ik heb heel veel boeken, dus ik ging niet voor boeken op pad. Ik heb wel een LP voor Amy gescoord. Deze. Liedjes uit de jaren 80. Geen idee of er kras op zit. Maar ik denk, nou ja, voor de grap neem ik het mee. Ik heb vandaag uiteraard weer een boek uitgelezen. Mijn eerste manga. The Promised Neverland. Ik moest wel heel even wennen aan het achteruit lezen. En ik moest ook even kijken, maar hoe lees ik dan? Van wel links naar rechts. Maar de eerste paar pagina's liepen een beetje door elkaar heen. Omdat ik het verkeerd las. Maar uiteindelijk had ik door hoe ik moest lezen. En toen ben ik er echt doorheen gevlogen. Ik vond het heel erg interessant. Zeker omdat je vanaf deze cover denkt van, oh, wat een lieflijk gebeuren allemaal. Terwijl als je goed kijkt, zie je ook wel dat er wat duistere lagen in zitten. Het gaat dus over een weeshuis waar kinderen wonen. En af en toe worden daar dan kinderen geadopteerd en verlaten het weeshuis. Dat is wat ze wordt verteld. Meer ga ik niet zeggen, want dan ben ik al heel snel aan het spoileren en dat wil ik ook niet. Ik houd heel vaag, zo deed mijn collega dat ook tegen mij gisteren op het werk. Ik begrijp dat er iets van 20 delen zijn of zo. Manga's zijn natuurlijk altijd heel uitgebreid. Ik weet dat deel 2 nog in de winkel op voorraad is, maar volgens mij zijn deel 3 en 4 op het moment niet leverbaar. Dus ik denk dat ik morgen wel deel 2 ga kopen, maar ik nog wel even wacht met het lezen, omdat ik
niet verder kan daarna voorlopig. Dus daar hangt het een beetje van af. Maar ik vind het leuk om een keer in manga te duiken. En nou ja, ook op je 42ste kan je dus gewoon nog manga lezen en daarmee beginnen. Ik heb collega's die er al helemaal doorgewinterd in zijn, maar het zal voor mij nooit standaard boeken vervangen. Dat zeker niet, maar ik vond het wel heel erg leuk om even in de wereld van manga te duiken. Maar wat nou het verschil is met een graphic novel, alleen de manier van hoe je het leest, van achteruit naar vooruit. Ik heb eigenlijk geen idee of dat het puur is omdat het Japans is en graphic novels niet altijd. Geen idee of er dus een bepaald soort regeltje is wanneer het een manga is en wanneer je het een graphic novel noemt. Leg het me maar uit, ik heb geen idee. Dan ga ik natuurlijk vandaag nog wel wat anders lezen. Ik denk dat ik even hierin ga starten. In Astronaut van Tomias Kano. omdat ik toch hier even iets over wil gelezen hebben of iets van of uitgelezen wil hebben voordat ik de vergadering morgenochtend heb. Dan kan ik zeggen dat ik in twee boeken bezig ben. Ook nog in Persik Bloesem Lente. Dus ik denk dat ik hierin ga starten. Dan heb ik daar toch wel een redelijk stukje wellicht in gelezen morgen. Voor morgen. En dan kan ik na de vergadering heb ik daar niet meer zo'n druk mee. Of wellicht wel dat er een soort van oproep uitgaat, lees allemaal die nog even, zodat iedereen kan zeggen of we het ermee eens zijn, of daar dus nou ja, een keuze voor is gevallen. Maar dat laat ik dus nog even in het midden. Dus daar ga ik in starten. Dan wil ik morgen sowieso weer verder in Percy Jackson en in Percy Bloesem Lente. En ja, ik lees te veel op het moment. Ja, ik heb gisteren, had ik dus dat luisterboek afgeluisterd. Vandaag die manga. En morgen, ja, ik verwacht niet dat ik deze morgen al uit ga hebben, maar wellicht wel. En anders ga ik voor Heartstopper 2 morgenavond om uit te lezen. En dan ben ik vrijdag en zaterdag vrij. Mijn man gaat vrijdag naar de camping, naar de camping met de camper. En dan met Thomas. En ik ga dan waarschijnlijk gedurende de dag vrijdag daar ook heen. En waarschijnlijk blijf ik één nachtje slapen. En dan ga ik zaterdag weer naar huis. Omdat ik zondag, maandag, dinsdag moet werken. Dus dan neem ik ook een boek mee natuurlijk. Maar het ligt er een beetje aan hoe het allemaal loopt. Nu even lekker lezen. Mijn man komt zo thuis met pizza's. Koningsdag is natuurlijk makkelijk etendag. Dus we eten lekker pizza. En morgen werken. En morgen heb ik ook een vergadering over een eventueel cool BookTok event. Young Adult BookTok event in de Mol. Daar zijn we plannen voor aan het maken om te gaan houden. Omdat onze winkel ontzettend draait ook op veel jeugd. Die vooral Engels, maar ook wel Nederlands Young Adult bij ons koopt. En daar willen we iets mee doen. Dus we gaan even brainstormen met een klein clubje waaronder ik. Om te kijken wanneer, hoe, wat, waar we dus zo'n event gaan houden in Paagman Mall of the Netherlands. Wat natuurlijk echt super gaaf is, want ja, dat is natuurlijk super leuk om te organiseren. ik zat nog te denken, ik ga gewoon voorstellen of we niet Alice Oosman en de cast van Heartstopper kunnen regelen. Dan wordt het zeker een groot succes, maar ja. Waarschijnlijk niet haalbaar. Maar ja, dromen kan altijd. Ik heb nog steeds last van mijn rug. Dat duurt ook al echt vet lang. Ik ga nu even lekker lezen. Ik zet de oven alvast aan, zodat ik kan voorverwarmen. En dan hebben we een heerlijk rustig avondje. Voor wie wil. Wie nog wel op pad wil. Die gaat lekker op pad. Maar dat verwacht ik niet. Want mijn man die gaat morgen op de fiets de camper dus halen. Dus die is wel even een tijd op de fiets onderweg. Ik moet werken. Amy heeft gewerkt, dus die komt zo waarschijnlijk super moe thuis. Want die hebben natuurlijk gisteravond Den Haag onveilig gemaakt. Waren laat thuis. Nou, dat is Amy helemaal niet gewend. Dus die zal helemaal gesloopt zijn. Dus ik denk een rustig avondje met een boek. Of een leuke film, televisie en lekker ontspannen. Dus dat is de planning. Ik ga in Astronaut starten en jullie zien mij morgen.
Goedemiddag, deze vrijdagmiddag. Ik heb gisteren niet gevlogd volgens mij. Ik moest werken van 9 tot 6. En daarna moest ik nog helpen met de camper. Want mijn man is vandaag met Thomas met de camper naar... Ik vergeet elke keer waar ze zijn. Noordwijk. Ik ga even snel kijken. Ik ben echt heel slecht daarin. Kijkduin. Kijkduin. Daar zijn ze naartoe en er moesten nog wat matrassen vervangen worden. En, dus ik heb daar gisteravond nog even geholpen. Dus nou ja, gewoon vergeten te vloggen. Dus ik denk ik ga dat nu doen. Het is 4:30. Over een uurtje breng ik Amy even naar de werk. Dan ga ik meteen even naar de supermarkt met Fenna. Even wat lekkere dingetjes halen. Dan duiken we de snackbar in. Halen we even wat eten voor ons tweetjes. Amy eet voor haar werk. En dan ga ik met Amy vanavond. Die werkt tot 8:00. Dan haal ik haar even op. Ga ik een leesmarathon houden. Fenna heeft een feestje, dus die is de hort op. Die zou sowieso niet meedoen, want die houdt niet van lezen. Dus dan gaan we beneden met kaarsjes aan op de bank. Allebei lekker lezen, wat hapjes erbij en dan kijken hoe lang we het volhouden. We gaan morgen wel in de loop van de ochtend met z'n drietjes naar Kijkduin. Gaan we een dag langs, gewoon tot 's avonds. Want ik moet zondag, maandag, dinsdag werken. Amy moet ook werken. Fenna moet ook leren voor de examens. Dus we gaan morgen met z'n drietjes daar een hele dag heen. En volgende week, ik ga een paar dagen. Amy gaat volgens mij een keer met het OV erheen. Dat zien we allemaal wel. Dus vanavond lezen. Ik heb gisteren uitgelezen. Nou ja, niet uitgelezen. Ik heb gisteren op mijn werk even gelezen. The Inheritance. Official poem van Elizabeth Acevedo. Echt een heel dun poemboekje met mooie illustraties. Dus dat heb ik gisteren gelezen als boek wat ik moest lezen. En vandaag ga ik uitlezen Astronaut van Thomas Keno. Ik hoef niet zo heel erg veel meer. Dus dit is mijn boek die vandaag uitgaat. En dan moet ik morgen nog een boek uitlezen. En dan heb ik elke dag in april een boek uitgelezen. Soms een dik boek. Nou, niet vaak, maar soms een normaal formaat boek. Soms een graphic novel. Soms een luisterboek. Maar het is me gelukt. Dus nou ja, ik ben best wel een beetje trots op mezelf. Alhoewel ik net even mijn TBR ging bekijken. Want ik wil ook mijn TBR filmen nog vandaag of morgen. En dat is toch wel treurig, want het meeste wat ik had gekozen staat er nog steeds. Maar oké, voor maand mei is mijn TBR dus niet heel erg verrassend. Er komt ietsje bij, maar het merendeel blijft wel een beetje hetzelfde. Mijn boekhol ga ik zeker filmen vandaag. Dat ligt al klaar op mijn bed, alhoewel ik eigenlijk denk van ik wil het liefst helemaal niks doen. Maar ik wil hem toch wel even filmen. Astronaut, ik ben heel erg benieuwd hoe het afloopt. Het gaat natuurlijk over, ik weet niet eens of ik heb verteld waar het over gaat. Het gaat over een gescheiden vrouw, die woont in een beetje verlaten boerderijtje. Ze heeft met haar ex-man een geadopteerde zoon van al dik in de 20. Die woont eigenlijk bij zijn vader. En die worstelt een beetje met zijn, nou ja, met zijn roots. Het hoofdpersonage ziet dan aan het begin van het boek al meteen een vreemde man op haar oprit staan. Al een uur, die staat gewoon stil, kijkt een beetje naar boven voor zich uit. En zij wordt daar een beetje, nou ja, krijgt er niet echt een prettig gevoel bij. En besluit met een schop op hem af te lopen om eigenlijk een beetje te dreigen dat hij weg moet gaan. Maar dat doet hij niet, want hij beweegt niet, hij praat niet. En dan slaat ze in een, nou ja... vlaag van verstandsverbijstering met die schop op zijn hoofd. Hij valt neer, bloedend hoofd. Ze sleept hem in paniek maar mee naar binnen en daar voelt ze en hij heeft geen hartslag. Dan raakt ze in paniek, springt in de auto om naar haar ex-man te rijden om haar zoon, nou ja, misschien te vragen om te helpen. Keert dan toch weer terug en dan komt ze in haar huis en dan zit die vreemdeling aan tafel. Met wel een wond op zijn hoofd, maar het doet alsof er niks gebeurd is. Die zit gewoon aan tafel en nou ja, daar ontstaat een beetje een rare, nou, vriendschap wil ik het niet noemen, maar een rare verstandhouding tussen die vreemdeling die gewoon geen woord zegt. Echt, ik ben nu zo ver, hij heeft nog steeds niks gezegd. De zoon, die Rocco, die zat altijd een beetje in de moeilijkheden, een beetje drugs dealen, zijn baan verloren. Ja, worstelt gewoon heel erg met het feit dat hij geadopteerd is. Maar als hij in de buurt is van die... Ze noemen die man, dus die vreemdeling, astronaut. Als hij in de buurt is van astronaut... ja, lijkt het wel alsof er een soort rust over hem heen komt. Alsof hij een soort menselijk wordt. Niet zo gejaagd, niet zo...
zieloos. Hij, ja, dus ook, ik vind het een beetje lastig om te schrijven. Maar in ieder geval, hij voelt zich gewoon beter en vrolijker en prettiger als die rondom astronaut is. En dat heeft zijn moeder heeft exact hetzelfde. Die is ziek, heeft veel last van hoofdpijnen en migraine. En elke keer als zij met astronaut is, lijkt het alsof het beter gaat. Dus zij gaat ook echt geloven dat astronaut een soort helende krachten heeft of zo. Zij zoekt het meer in die hoek. Terwijl Rocco het meer een beetje ja, wil gaan uitpluizen via de medische weg. Wat astronaut is, wie die is. Ze denken dat het met een dat het misschien een asielzoeker is uit het asielzoekerscentrum wat dichtbij is gekomen. Maar ja, het is wel een man met blond haar en ziet er niet echt uit als iemand die daar verblijft. Dan denken ze misschien is het een dakloze persoon. Ze komen er maar niet uit. Dus ik ben heel erg benieuwd waar dit eindigt. Ik hoop dat het een beetje een einde heeft waar ik vrede mee heb. En niet dat het een beetje zo'n vaag einde is dat ik denk van ik snap het niet. Want soms heb je dat met bepaalde literatuurboeken. Dus die gaat vandaag uit. En dan wil ik vanavond mij eigenlijk storten op 4 boeken. Want alle 4 mogen ze natuurlijk niet uit. Want anders, ja, het mag wel. Maar dan moet ik morgen, als ik de hele dag op de camping ben, ook nog een boek uit gaan lezen. En dat wordt een beetje lastig misschien. Maar ik ga verder in Percy Jackson. Daar ben ik, nou ja, nog niet super ver, maar al wel lekker in het verhaal. Dus hier ga ik vanavond in verder lezen. Ik wil sowieso ook weer een hoofdstuk of 2 lezen in de 5. Dus dat heb ik een beetje als een soort van boek erbij. Dan heb ik Amy weet altijd precies op het moment dat ik aan het vloggen ben binnen te komen. Ik weet niet hoe ze het doet, maar dan ga ik ook weer verder in Persik Bloesem Lente. Daar nou ja, ben ik een beetje als hetzelfde als met Percy Jackson. Een beetje voorbij de eerste 100 pagina's. En eigenlijk wil ik ook wat weer gaan lezen in Als de hemel genoeg ruimte heeft. Dus ik heb 4 boeken waar ik vanavond, nou ja, wellicht blijft het bij 1. Wellicht zijn het er maar 2. Misschien wel bij alle 4 wat. Maar die 4 boeken, dat zijn degene waar ik me de komende periode op ga storten. Ik wil er eigenlijk eentje wel zo ver lezen. Dat zal dan waarschijnlijk Percy Jackson zijn. Dat ik die morgen uit kan lezen. Maar ja, dat is een beetje nog afhangend van hoe het gaat lopen. Deze ga ik zo nog even uitlezen. Dan heb ik ook nog 3 nieuwe boeken om te laten zien. Ik heb Sissy Rios and the Desert of Souls van Kayla Rivera. Een middle grade die ik... Amy, wil je de deur even dicht doen? Het wordt een beetje koud. Ik laat altijd de deur open. Die had ik al een tijd op mijn verlanglijstje staan. Maar elke dag dacht ik, ga ik hem kopen? Niet wel. Nou, een tijdje niet gedaan. En toen kwam ik hem ook weer tegen op Goodreads met, nou ja, lovende recensies. En dacht ik, ja, ik denk dat ik hem gewoon maar alvast mee ga nemen. En nou heb ik een challenge bedacht weer voor mijn werk met collega's voor de maand mei. Mei is natuurlijk een maand waar je hoopt dat het lekker weer, zonnig. Dus een boek met op de cover een zon of een ondergaande zon of mooie zonlicht. En ik dacht, nou ja, hier zie je toch echt achter zijn hoofd. Toch met dat geel. Ik vind dat wel kunnen. Dus ik denk dat ik deze voor die challenge voor volgende maand ga doen. Dan heb ik het tweede deel in de manga-serie Promised Neverland. Het viel me reuze mee, de eerste manga. Nadat ik eerst een kwartier heb lopen struggelen met hoe ik het precies moest lezen. Want dat is natuurlijk met manga een beetje achterstevoren en ondersteboven en weet ik wat allemaal. Maar deel 2 hadden we nog in huis. Deel 3 is niet leverbaar. Deel 4 is niet leverbaar. Dus voorlopig kom ik niet heel erg ver in die serie zolang niks leverbaar is. Maar deel 2 wil ik toch wel, nou ja, volgende maand of zo gaan lezen. Want ik vond het toch echt wel heel erg leuk. En dan kwam deze nieuw binnen. Het vervolg op het eerste boek van Elodie Harper. Dit is The House with the Golden Door. Nou heb ik het boek The Wolf Den thuis. In het Engels. Ik ken volgens mij niet in het Nederlands. In het Engels heb ik hem volgens mij. Moet ik nog lezen, maar het vervolg is er dus alweer. Dus ja, dat is met veel boeken dat ik het nog moet lezen. Dus die 3 heb ik nog meegenomen van mijn werk. Die kunnen zo nog even op de stapel voor de boekhol. Welke ik niet nu ga filmen. Ik denk toch dat ik dat morgenochtend ga doen. Alhoewel ik net alles op bed heb gelegd. Dus misschien moet ik het wel gewoon doen. Dat ik eventjes ga lezen, even wat drinken. En dan nog voordat ik Amy naar de werk moet brengen, nog even de boekhol ga filmen boven. Laat ik het maar gewoon doen. Dan is dat maar klaar.
Dus dan ga ik deze gauw in de oplader gooien. Tot morgen. Doeg! Even tijd om de vlog af te sluiten. Het is inmiddels alweer maandag, maar zaterdag ben ik de hele dag met Amy en Fenna naar de camping gegaan, waar Andries en Thomas staan. Super lekker weer hadden we het. Echt, hier gingen we weg met regen, maar daar scheen de zon. Die staan in Kijkduin, dus het ook niet heel erg ver hier vandaan. Dus we waren daar in de avond thuis en toen hebben Amy en ik een... was dat 's avonds? Ja, gingen we een soort... readathon houden, of een leesavond, of was dat vrijdagavond? Ik ben een beetje de dagen kwijt, maar in ieder geval heb ik zaterdag nog wel gelezen. Toen heb ik namelijk... dat was de laatste dag van mijn challenge van één boek per dag. Dus heb ik Hartstopper 2 gelezen voor de tweede keer. 5 sterren weer, ik vind het echt fantastisch. En gisteren heb ik gewerkt en... heb ik eigenlijk ook alweer een boek uitgelezen op mijn telefoon. Ik heb het eerste deel van de Spy Family manga op mijn telefoon gelezen. Die is op het moment niet leverbaar, dus ik denk ik lees hem op mijn telefoon even in mijn pauze en daarvoor. Vond ik ook heel erg leuk, ruim 4 sterren. Dat gaat trouwens, het is een manga, het gaat over een spion. Een man die moet een kind of een gezin eigenlijk creëren om te spioneren bij een andere hoge man die een kind heeft op een private school. En eigenlijk daar is de enige plek waar die man zich in het openbaar vertoont. Dus hij moet een kind adopteren. Wellicht ook een vrouw, dat was in deel 1, heb ik daar nog niet wat van gezien. Om dat meisje op die school te krijgen, zodat hij ook op die school kan infiltreren. Het is heel grappig gedaan. Dus die heb ik gisteren gelezen. En daarna, na het werk, ben ik met Amy en Fenna naar mijn vader en bonusmoeder gegaan. Die wonen daar vlakbij, daar hebben we gegeten. Want wij gingen met mijn vader naar Fantastic Beasts in de bioscoop. En dan de bioscoop in de mall. En die hebben ook een 4D variant van die film. Dus dan heb je geen bril op. Het is wel gewoon een normale film. Alleen je hebt stoelen die bewegen, windeffecten, geur, water. Het is niet heel geur. Dat heb ik volgens mij maar 1 keer geroken. Maar het is wel heel grappig om een keer mee te maken, zo'n ervaring. Dus we waren echt pas erg laat thuis. En vandaag moet ik weer werken. Dus ik denk, ik ga nu even de vlog afsluiten. En dan meteen starten. En dan kan ik hem vanavond wellicht online gooien. Ik liet hem al zien, Spy Family. Deel 1, 2, 3, 4 zijn allemaal in herdruk. En die moeten allemaal weer komen. Maar ik heb alvast wel deel 5 en deel 6 gekocht. Hilde is een beetje op de manga tour. Ik vind het toch wel heel erg grappig om tussendoor te lezen. Dan heb ik gekocht The Riddle of the Sea van Jonne Kramer, maar dan in het Engels. Ik wilde haar 3 boeken al een keer in het Nederlands kopen, want de illustrator Carl J. Mountford vind ik echt fantastisch. En toen stuurde mijn collega zaterdag een appje, of vrijdag, dat de Engelse versie binnen was. Dus ik denk, dan doe ik de Engelse. En een bestelling was binnen, Wilder Than Midnight van Carrie Burnell, denk ik. Die heb ik op Gavin's BookTube gezien en die leek me heel erg leuk. Mooie cover. Even kijken, dan begon gisteren het tweede deel van de Heks en Jager serie Buddy Read, die ik organiseer op Instagram bij de Boekenzusjes. Maar gisteren heb ik echt geen tijd gehad om te lezen. Dus ik moet vandaag deel 1, of dag 1 en dag 2 gaan starten in Bloed en Honing. Ik denk dat ik dat vanavond ga doen. Ik neem deze dikke zware pil niet mee naar mijn werk. Ik neem Percy Jackson mee, die zit nog in mijn tas voor in de pauzes. Maar deze ga ik vanavond starten voor de Buddy Reads, die weer ongeveer 2 weken zal duren. Want het is best wel een dikke pil en ik heb meestal een beetje 40 pagina's per dag ongeveer ingepland. En ik ben dan natuurlijk nog steeds bezig in The Five, in Splinter en in Persic Bloesem Lente. Dus dat zijn boeken die ik voor deze week, aankomende week, weer mee ga nemen. Met Percy Jackson dan nog. Die zal wel een deze dagen uit zijn, denk ik. Ik ga
Morgen nog wel werken, dat is gewoon mijn normale dag. Dan ben ik woensdag vrij, dan ga ik in de middag naar de camping. Ik heb donderdag vrijgenomen. En dan kijken hoe lang ik daar ga blijven. Hangt ook een beetje af van Fenna die hier thuis moet leren voor de examen. Of zij nog hulp nodig heeft. Dus of ik 1 nachtje blijf slapen, 2 nachtjes, dat weet ik allemaal nog niet precies. Maar die dagen zijn wel vrij, dus ook wel tijd om te lezen. Nou, dan moet ik zeggen dat ik deze week dus ook weer veel boeken heb gelezen door de challenge die ik mezelf had opgelegd. Die ik niet doorzet. Ik wil even iets meer rust in het lezen, zodat ik die dikke pillen ook lekker rustig kan weglezen. Maar ik ben over het algemeen zeer tevreden hoe mijn leesweek is geweest. Dank jullie wel weer voor het kijken. En tot een volgende leesvlog weer. Oh, en mijn TBR film ik denk ik woensdag. Dus die komt ook wel weer online een deze dagen voor de maand mei. Ietsje later, maar ja, druk. Dus tot gauw weer. Doeg!